Hoe heet dit? Die voort? Ik heb geen idee hoe het heet. Nou, ik zit daar was ik aan het teleporteren. En het is die voort goed en dit is de 20e Hunger Games. Ik zag het zo vaak staan. Ik zag het zo vaak in Roblox staan. Ik dacht, ik moet dit gewoon een keer spelen. Het moet gewoon. Waarom is er een eentje die er is? Vertrouwen. Geen idee, bro. Ik heb geen idee. Dat vertrouw ik wel. Ja, ik vind het een beetje spannend, een nieuwe horror game. Ja. Maar we gaan... Zet Gavin's Heist. Nou, dan ga ik dat doen. Nou, jullie... Dat is weer voor alle... Jullie vragen... Nou, ik heb Griffith zo'n allerhoogste zet, dat staat er. Zet Griffith to highest. Oh nee, maar betekent dat dat er nu echt... Dit is een horror game with many cows and nesters, the following game content, jumpscare sound effects and lightning effects. Players with snort and blablabla, hard to set it with... Oké. Iets van je mensen met die dingen met aan zijn hart en met snel hart aanval bekend. Ja, of gewoon... Doe. Krijgen we echt een intro? Dit ziet er dus echt uit als een cartoon uit de jaren 60. Weet bij John PSPS. Nee, geen idee. Oh my god. Als je die afvraagt? Oh ja, ik weet nog wat ik dat doe. Ja, maar als je je afvraagt hoe we altijd al die coole horror games vinden. Doe gewoon horror op het hoofd, dat kan ik niet wel. Het is wel echt een coole intro. Yo, the role of the detective is not easy. Let's see what we've got today. Dear Detective, yesterday we received a report from David Johnson, the dad of the family. David informed us that his daughter and wife were both found missing when he got home from work. There were, however, blood stains on the living room floor and along the hallway on the second floor. The case is initially listed as mysterious disappearance or murder. Please investigate from Detective Center. Oh my god. I hope my mission today won't be difficult. I hope everything will go smoothly. Okay, this one is echt heel erg. Hello, guys. We gaan dat voor mensen like vinden. We gaan die vinden. Keys can open doors with keyhole. The keys exactly in the keyhole to open the door. Do not turn off volume. You may miss something important. Okay. Sleutels kunnen deuren met sleutelgaten openen. Ja, je moet precies alleen doen en je moet niet je geluid zetten, want dan kan je iets belangrijks doen. Oh, inventory. Oké, we hebben een zaklamp. We hebben een inventory. Oké, maar de zaklamp doet niet echt veel. Waar moeten we naartoe? Open. I need a key to open the store. Oh, we hebben sleutel nodig dan. Oh, dit is eng. Waar kunnen wij nou weer een sleutel vinden? Kunnen we hier achter? Nee. Oh, yo. Waar is de sleutel? Zit er niet in deze auto misschien de sleutel? Nou, we kunnen. We kunnen niet springen. Oh. Yo, de camera draait. Nee. In de auto is geen sleutel. In de fontein misschien. Hieronder. Waar is de sleutel? Hierachter? Nee. Wat komt er? Oh, hier. Hij hangt er gewoon aan de boom. Ik heb hem. Komt er een boom? Oh ja. Oh, jij hebt hem. Check in de sleutel. Oh mijn god, moet ik dit nou echt doen? Oh. Ik moet nog wel serieus daarin doen. Oh god. Yo, dit is creepy.
baat als je een sleutel ziet, pak hem op. Hier de knop. Naar. Ik vertrouw meer rechts. Yo, dat is eng als je de deur opent. Kom ik het de gordijn wapperen? Ik ben ergens. Oh, ik kan niet openen. Ik kan deze blokjes oppakken. Bram, we kunnen deze blokjes oppakken. Baas, ik heb iets gevonden. Ja, ik pak hier even blokjes op. Okay, ik heb hier even blokjes opgepakt. Ik denk dat we die nodig hebben. Oh, baas. Nee. Kitchen, washroom, living room, washroom. En dan een krant. In het allemaal puzzels. Waar zijn mijn blokjes gebleven? Mijn blokjes zijn allemaal weggeteleporteerd. In je inventory. Nee, ze zijn weer terug. Oh, yo. Waar moeten we die blokjes laten? In de inventory? Equip. Maar we moeten eerst weten waarvoor we ze nodig hebben. Oh, je ligt bloed. Maar pak ze allemaal op. Alles wat je kan. Ja, maar mijn is weer weggeteleporteerd. Ik heb we moeten eerst vinden waar we ze moeten laten. Oh, ze zijn weg. Baas, ik heb een briefje gevonden. Hier is de keuken, wacht even. Wacht, hier is een vent. Die ja, daar zien we de ventilatie net pas van hier. Baas, we moeten beginnen in de keuken. Dit is de keuken. Ja, daar moeten we beginnen. Daar staat keuken, washroom, living room, washroom. Wat moeten we doen? Oh, hier is een code. Enter 4 digit code. Nee. Oh! Want die vinden we misschien eerst in de keuken, daarna in de washroom, daarna de room en daarna weer de washroom. Oh, een deur. Wacht, hier kan je deze openen. Dan heb ik niet... Oh, wat is het? Hier is de sleutel, ik heb een sleutel. Mooi. Ik denk dat ze een sleutel nodig hebben om, weet ik veel, iets te doen. Ik ga in de vent. Dat kan je niet. Nee, maar dat kan niet. Waar gaan we de sleutel moeten inleveren? Storage room. Ik ga omhoog. Bram, ik denk dat hier kom ik. Hierboven is een sleutel. Hier is storage room, denk ik. Ja. Open. Maar er is niks. Oh, yo. Kitchen, living room en washroom. Wacht. Wat is dit? Oh, ja, we moeten wel eerst naar de kitchen. Kitchen staat wel één. Ja, dat staat ook wat eerst op mijn briefje. Ik denk dat we eerst naar de kitchen... Wacht. Wat staat hier? Wacht even. Open. Hier hebben we sleutel voor nodig. Oh, yo. Jij hebt toch een sleutel gevonden? Nee. Hier is de washroom. Kijk hoe vies het allemaal is. Oh my god, waar ben ik? Waar ben jij? Weet ik niet. Jij weet niet. Ik kan hier niet weg, ik zit vast in een hok. Welke hok? Waar was jij? Oh, wacht, ik kan gewoon op open klikken. Laat maar. Waar ben jij? Wat is hier? Oh, ben jij boven? Nee, joh. Kom, we gaan naar boven. Oh, daar heb je sleutel nodig. Oh, daar hebben we sleutel voor nodig. Wat moeten we doen? Ik denk dat toch nog... Nee! Wacht. Ik denk dat we iets met die blokken moeten doen. Ja! Vaas, pak de blokken op. Hoe ze equipen in dit ding. Wat zei je? Blokken in dit ding. Oh, daar zat er al eentje in. Nee. De eerste keer zat er iets in. Zat er eentje in. En misschien moeten we dan iets spellen. Ja, misschien moeten we een woord maken. We hebben ook nog de A, G en de H. Wat kunnen we daarmee doen? Er zijn ook verschillende kleuren. Mijn schermnamen werken niet.
Oh, jammer. Maar jij kan wel door. Jongens, kijk eens van Bram. Check ook vast nog 1, oké? Okay? Wacht. Jammer. Misschien moeten we één vaas, misschien van eentje van elke kleur. Oh mijn god, hier is een stuk raam kapot. Vandaar dat de dingen wapperen. Oh, je kan nog gedaan, een beetje een glitchje. Waar? Oh mijn god, maar hier wonen wel kinderen. Hier wonen wel kinderen. Eén van elke kleur doe ik vaas, misschien één van elke kleur. Ja, dat kan. Die. Ja. En dan in een bepaalde volgorde. Ik heb er nog één. Ik heb er ja, maar... Wat? Nu hebben we er eentje van elke kleur. Oh, wacht, hier kunnen we iets openen. Kan je hier hiden? Pas wel. Maar wat moeten we doen? Echt, de tijd is ook bijna om. Over 8 minuten. Ja. Kunnen we iets met deze letters spellen? Wacht, ik ga eerst eventjes... nog één keer die keuken goed nachecken, want het is wel een beetje... Oh, wacht, de bovenste ding kan je ook nog openen. Zit daar iets? Helemaal niks. Jee. Moeten we niet met dat ding van jou iets raden of zo? Ja, dat dacht ik dus ook. Huh? Wat? Ik denk dat ik iets moet. Deze is op slot. Wat is dit? De Q? De L? Is dit misschien wat? Ja, dit is de G. Jettel. Bethal. Gethal. Ja, maar hal is met dubbel L. Ja. Nou, ik denk dat het toch misschien... Oh, wacht. Hier is de BC. Wacht. Oh, deze, hier ben je al geweest. Oh, er zit bloed hier. Ja. Maar als we er niet uit kunnen, dadelijk stop ik de video. Ja. Bij 15 minuten. Dan komen we een andere keer terug. Yep. Is er misschien iets met deze boekenkasten? Bram. Paas. Kijk achter deze boekenkast. Oh my god. Ik dacht ook al, is er niet iets achter de boekenkast? Maar Bram, morgen moeten we weer naar school. Oh ja. Bram, kom, we gaan de andere kant op lopen. Ja. Wat is daar? Oh ja, daar komen we... Vandaag. We moesten naar links lopen. Ik denk dat we dit later moeten doen. Wanneer misschien komt er aan te staan. Dit moet je spellen. Krijg door. Ja, maar dit zit allemaal op slot. En hier. Vaas misschien. Hier is het doel. Check alle kandelaren. Check alle kandelaren. Deze staat uit. Maar Bram, hier komen we. Bram, ja? Je moet er naar links, denk ik. Ja, maar die zit dicht. Maar dit is geen deur. Ja, daar komen we vandaan. Dat was de ingang. Oh, hè? En trouwens, vaas dat naar rechts. Maar vaas, sommige kandelaren staan wel aan. Deze staat uit. Ja. Wat hoor ik ook? De wind. Oké, dus ik denk dat we een hint nodig hebben. Dat denk ik dus. Ik denk dat er toch hier iets mee is. Ja, maar vaas, misschien moeten we daar eens doorlopen. Wat is hier verderop?
Oh, hier. Alleen maar een kast. Daar zet ik hem vast. Oh, daar. Het is hier voor ook een sleutel nodig. Wij zijn nu hier. Daar kan je omhoog. Front door. Back door. 1, 2, 3. Vaas! Ja? Kijk, hier staat 4.2 en daarboven staat 29.4. Ja? Dat is een schaal. En hier staat 1 op de 24.000. En hier staat het loopje. Ja, 1. Ik denk dat 1 centimeter of zo. Ja. Groter. Maar. We kunnen naar alle drie de kamers die zijn aangewezen. Maas, ik heb een painting piece. Ja, toch ook. Ja, 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 wacht, wacht, wacht. Die moeten wij misschien ergens ophangen. Die moeten wij... Oké, zoek naar een painting. Hier is een lege muur. Misschien zou die hier moeten... Wacht, hier staat ook al iets geschreven. How many planets are in the galaxy? 5, oh. A5, B8, C9, D13. Waar staat dat? Oh, staat dat daar in dat boek? What year? Nee. Wacht, staat ook al iets in het boek? Nee, maar we zoeken een leeg schilderij. We zoeken een leeg schilderij. Oké. Ik denk dat dit het einde van de video is. Ja, dat denk ik ook. Doei!